De besproken verwerkelijking van de onsterfelijke nieuwe ziel vindt plaats als een geleidelijk innerlijk proces. Het is een proces van zelfverwerkelijking op basis van een nieuwe levenshouding. De mens is een bewoner van een microcosmos of kleine wereld. In de sterfelijke mens kan de onsterfelijke nieuwe ziel tot ontwikkeling komen. Dit is het begin van een weg tot volledige vernieuwing van een mens naar geest, ziel en lichaam. In de wijsbegeerte van het Kruis neemt de roos, de geestvonk, een belangrijke plaats in. De roos symboliseert het eeuwigheidsbeginsel in ons microcosmische stelsel. Op basis daarvan kan een proces van zielenvernieuwing beginnen. En vernieuwing en verandering. We kennen de gewone chemische processen in ons lichaam. Uit ons voedsel nemen we diverse stoffen op die zorgen voor onze instandhouding. Door de ademhaling nemen we zuurstof op. En dit is zo essentieel voor ons dat we maar heel kort zonder adem kunnen leven. Naast voedsel en zuurstof houden we ons levensenergie op peil door meer fijnstoffelijke eters. Deze eters zijn net zo belangrijk voor ons als voedsel en ademhalen. Ze onderhouden onze levenskracht en in die zin ook onze bezieling. Iedereen trekt eters aan die aansluiten bij de eigen levensinstelling en levensgerichtheid. De mens leeft uit deze energie en straalt die vervolgens ook weer uit. Wat je voedt, dat groeit, zegt de volksmond. Wat geldt voor de microkosmos, geldt ook voor kosmos en macrokosmos. De gehele levensatmosfeer bestaat uit eters en astrale vibraties. Zij vormen één grote samenhang van stralingen van verschillende aard en geladenheid. Astrale krachten zijn lichtvibraties die op de mens inwerken. Een mens trekt alleen aan en kan alleen vasthouden wat met hem verwant is. De kosmische en macrokosmische stralingen waarmee hij geen affiniteit heeft gaan langzaam heen. Zijn eigen ademveld wordt bepaald door een levensgerechtigheid, door verlangens en gedachten, door karma en haar werking. Dit is bepalend voor wat hij aantrekt of juist niet. Zo blijft hij net zo lang ingespannen in zijn eigen web tot zijn bewustzijn verandert door de gnostieke lichtkracht in het hart. Van de geestvonk, die naar zijn wezensaard één is met het vibratieveld van de gnosis, gaat een straling uit. Zij roept in een mens een herinnering op aan de oorspronkelijke of hogere mens. Er zijn velen die deze roep in het hart vernemen. Ze worden erdoor verontrust en reageren erop. Ze gaan op zoek naar antwoorden. Maar er gebeurt meer dan alleen de mentale reactie. Want de werkzaamheid van het gnosislicht werkt ook in op het stoffelijke lichaam. Het hart en het bloed worden met lichtkracht geladen. Door dit proces wordt het bewustzijn letterlijk gevoed. Nieuwe ideeën over vrijheid en eenheid ontstaan. En we zien een nieuwe, andere werkelijkheid voor ons geestesoog. Dit is het begin van een proces van zielenverandering en van vrijmaking. Transfiguratie is een proces van verandering van de aardse naar de goddelijke mens. Zoals de aardse mens een sterfelijke ziel heeft en een sterfelijk lichaam, zo heeft de nieuwe Hemelse mens een onsterfelijke ziel en een onsterfelijk lichaam. De omzetting van de oude mens naar de nieuwe mens is een proces waarbij ook de persoonlijkheid betrokken is. Alleen door toewijding en door het wegcijferen van zijn hele wezen kan de grootste vernieuwing van geest. Ziel en lichaam plaatsvinden. Het belangrijkste is om hier daadwerkelijk een begin mee te maken. De Goddelijke Liefdekracht kan een omwending in ons leven veroorzaken. In de Bijbel wordt dit proces symbolisch: het bouwen van een nieuwe tempel genoemd.